Dag, Michael. Hey, Gilles. Ik heb goed. gelezen in uw boek dat je mensen altijd eerst een beetje op je gemak moet stellen. Ja, dat is absoluut waar. Absoluut. Ook in sales moet je eerst rapport bouwen, noemen ze dat. Het is waar. Dat ja. is een mooi kantoor. Ja. Heb je dat, hoe heb je dat gedaan? in jullie zijn gegroeid. Ja. Goed trui ook. Ja, past goed bij tof. je broek. Symmetrisch. Ja, ja ik ja. zie dat. Er is over nagedacht. Ja, ja. Ja. ja, zie je. Flow zit er al in. Hè? <laughs> zeg, maar jij wel iets <laughs> vragen aan uh, Ik wil u van alles vragen. Ja. Uh, je hebt een boek geschreven. Absoluut. Waarom schrijft een mens een boek deze dagen? Ik schrijf een boek voor verschillende redenen. Eén, ik wou dat we gedaan hebben. Alleen mijn leven droom ik ervan, dat is echt een klassieker, Maar het is wel zo. Wacht, wacht, waarom? Waarom wil je dat boek? Omdat uh, als ik. Deze is wel een strafverhaal. Als ik, als ik, mijn vader was een kunstschilder. Mm Hij -hmm. was een directeur van de Academie van Schone Kunsten. En die was helemaal in de cultuur en heel onze stond vol met boeken. En die ging elk weekend met mij boeken kopen. Mm -hmm. En wat had hij gedaan? Als ik 16 was, dan heeft hij naar ergens gezegd, kijk, deze reeks boeken, ergens in de boekenkast, die mag je niet lezen. Mm -hmm. Heel slim, want wat gebeurt er? Ik heb ze allemaal gelezen ja. en ik kan u zeggen, de eerste was uh, de ethica van, uh, van uh, Spinoza. Nu nog steeds heb ik het niet begrepen, maar toen dacht ik wel dat ik het begrepen had. Oké. Okay. Oh. Dus dat is blijven hangen en ik dacht. Op een dag moet het ervan komen. En origineel het idee was, ik ga een salesboek schrijven. En ik sta heel veel op het podium altijd dat salesverhaal te vertellen en, en hoe dat in elkaar steekt en hoe dat je een business kunt doen schalen. En een bepaald punt, wat die zijn van de grote problemen, is dat mensen altijd zeggen, ja dat is allemaal goed in mijn business, maar, allee, Michael, het probleem zit hem niet altijd in dat laatste stuk, is die een deal closing, maar dat zit hem eigenlijk in van voor. Eigenlijk, eigenlijk, ik weet niet hoe dat bij die mensen moet komen. En toen dacht ik ineens, tja, het grootste probleem dat mensen hebben, nemen dat ze eigenlijk nooit bij stilstaan, is zo basis dat ze er niet bij stilstaan. Wat is hun grootste probleem? Niemand kent u. Vandaar de titel van het boek: Nobody knows you. Logica. Logica. En hoe zorg je er dan voor? Niemand kent u. Ja. Okay. Dus, daar dus zit is een basisprobleem. Vier... Dat is een basisprobleem. Er zitten eigenlijk vier fases in. Dus de mensen willen altijd shortcuts. Dus ze willen altijd een shortcut naar hun sales of naar hun business doen groeien. Het maakt kan dat? eigenlijk niet uit wat ze willen. Dat is heel moeilijk. Hm. En, en dat is heel moeilijk. Je kunt dat proberen, maar dan eindig je. Met een, ik dezelfde vergelijking, met een brandblusser te gaan proberen te verkopen aan mensen die hun huis niet in brand staan. En dat is heel moeilijk. Dus je verkoopt dat heel gemakkelijk als een huis in brand staat. Verkoopt het dat zo en dan kunnen ze zelf zeggen: we hebben twee kleuren en, en dan kun je prijzen verhogen. En je hebt heel veel firma's die eigenlijk zonder te beseffen het geluk hebben gehad dat de wereld in brand staat en dat zij als met het product komt. Mm -hmm. en dat zijn er zeer weinig die echt kunnen schalen. Dus als we terug naar het begin gaan, niemand kent u. En dan kunnen zij wel mij de vraag stellen. De persoon of de firma. Mm -hmm. Laat ons afwachten. Mm -hmm. Heb je hebt eigenlijk vier fases in. Fase 1 is, je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je aandacht creëert naar die persoon of die firma. Tweede fase is, als je dan een tijd volhoudt, want in het begin vertrouwen ze je niet, want ze kennen je niet en ze denken, Wa, wat stel je hier nu? Dan, Toe zijn een show aan het bouwen, ze zijn aan het filmen, we zijn artikelen aan het publiceren. En dat heeft een tijd nodig. En we gaan merken na twee maanden, gaan mensen niet eens naar u komen en die gaan zeggen, ah tja. Je, kunt, je kent daar precies wel iets van. En dan komt je in de expertenfase. En eigenlijk wat je doet, is vertrouwen creëren. Je begint met vertrouwen. En dat is puur je expertise die in je zit, die eruit moet. De derde fase, dat is, ja nu dat dat hier werkt, en je bent al zes maanden bezig met vertrouwen, nu is dat echt op schaal gaan zetten. Ik ga die aandacht gaan laten ontploffen. Ik ga kijken naar distributiemechanismen en al die dergelijke. En je eindigt eigenlijk heel het spel door het vertrouwen te gaan schalen. Maar dat heeft tijd nodig. En je kunt dat bijna niet shortcutten. Weet je wat een goede shortcut is? deze film wow. of een, een boek schrijven, maar ja, dat duurt twee uur. Dat is geen shortcut. Nee, dat is geen shortcut, want toodlieders schrijven boeken. Oké. Okay. Een toodlieders staan op een podium. Dus mijn eerste ding, drie jaar geleden als niemand Michaël kende, mijn eerste ding was: ik moet beginnen met een foto. Of al mijn foto's moeten zo zijn dat ik voor een publiek sta. Waarom? Omdat als jij op een podium staat en mensen kijken naar u, dan kom jij over als die expert. Het tweede wat je kan gaan is een doen een beetje is dat... fake it till you make it, hè? Want een beetje. Aanvankelijk ben je dan een beetje. Maar doen? je moet natuurlijk wel de kennis hebben. Als je mm -hmm. de kennis niet hebt, dan valt je zo door de dingen en dat zien we heel veel. Wat er heel veel op YouTube ook mee gelachen wordt, die mannen die dan zo met een hele schone auto op de parking van een aldi staan en ze zeggen: ik ga je uitleggen je rijp gaat worden, want dit is mijn wagen. Oké. Okay, uh -huh. Dat is het dus niet. Dat is het dat is niet, niet. de bedoeling. Niet. Okay. Maar wat ik wel geloof en ik denk dat dat super belangrijk is om uit te leggen, is dat heel veel mensen onderschatten de kennis die ze hebben. En ze denken altijd, er zal wel iemand anders beter zijn, en waarom zou ik daarover praten? En ik geloof heilig dat er, ik kom er zoveel tegen, en dan, dan, dan luister ik naar wat dat die zeggen, en dan denk ik, jij, jij weet zoveel. Kunnen dat alsjeblieft eens op LinkedIn gaan posten, of kunnen daar iets mee doen? Ja, goed, Michail, maar niet iedereen heeft goesting om posts op LinkedIn te gaan zetten en video's te maken, ja. dat jij doet. hè? Dus niet iedereen zijn ding, toch? Goed argument. Maar één, laat ons even terug naar het begin gaan. Mm -hmm. Er zit ongelooflijk veel expertise in oprichters, directeurs, executives, de mensen die met de klanten praten, die de problemen moeten oplossen. Er zit ongelooflijk veel kennis. Dus dat is punt één. Probleem twee, wij beginnen tijd. Iedereen is druk. Niemand heeft tijd. Niemand heeft tijd. En dus... content produceren kost veel tijd, ja. toch? Dus wat doen de mensen? Ah, deze week moet ik een post doen, ik moet een nieuwsbrief gaan schrijven. En je wordt zo. Als ik het woord nieuwsbrief hoor, dan ga ik al... <laughs> ja. Dat is een deel van uw business, dat snap ik, maar... Uitbesteden? Uitbesteden. En dat lost het niet op. naarmate ik daar meer en meer begon over na te denken, gaan niemand, kennen. hoe gaan we dat oplossen? En ik keek naar mijn eigen en ik dacht, ik moet hier eigenlijk een manier vinden om, in mijn heel drukke agenda, dat eigenlijk te kunnen consolideren. Ik noem dat batchproductie. Ik dacht, we hebben dat allemaal heel druk, maar één dag, om de zes of acht weken, moet ik toch kunnen opofferen? Want wat doet iedereen verkeerd? Ze gaan dan... Elke week moeten ze iets doen, maar dat werkt niet. Want één keer dat je in de flow komt, moet het al stoppen. Dus, en die flow is belangrijk. Ik ja. keer dat je op gang bent. Ja. ja, en dat is heel raar. Als ja. je de eerste maakt, de tweede gaat, dat gaat heel vlot. Mm -hmm. En dus wat, wat dacht ik? Dat is één. Twee, ik dacht video, omdat ik ga dat eens proberen, maar je kan dat perfect doen met webinars, podcasts. Je kan dat eigenlijk met alles doen. De les is ofwel kies je video of audio. Dat is het snelste schalen. Waarom? Omdat je uit video vier typen content kan halen onmiddellijk. En uit audio kan je eigenlijk ook. Dat kan je dan gaan posten als een podcast, maar je kan dat ook eigenlijk gaan posten als een YouTube filmpje. Met een cover. Dus je, je kan met audio en video heel heel vlug gaan. Wat is Jijze. het voordeel van die verschillende kanalen? Want ik kan mijn beelden, dat ik niet en naar uw video ga kijken, en ja. naar uw ja. dus, webinar, enzovoort. zo verder. Even de dag. En dan ga ik terug naar uw kanalen. Dundag. Dan spreken we distributie. Dus ik op één dag, ik dacht, ik begin te filmen. Wat is duur? Edit. Want video's zeggen ze is duur, ja dat is waar, maar dat is omdat er veel edit is, geen een edit. Dus mijn expertise, ik dacht ah, ik pak gewoon mijn een slide wat ik op een podium uitleg en ik heb hier twintig slides, ik ga gewoon drie minuten per slide, ik begin te babbelen, het is niet goed, uh, de ken zei niet opnieuw. En ik deel op één dag 25 filmpjes. En ik was gerust, want ik had 25 weken content. En toen dacht ik, ik hoorde mensen die zeiden, ah Michael ik heb een filmpje gezien, maar pff, in YouTube, ik kijk er nu naar, wat ik gedaan heb is, ik heb YouTube opgezet in een auto, en ik heb daarnaar geluisterd. Mm -hmm. Een podcast. Dus dan ben ik beginnen een filmkadering. Drie weken later hetzelfde film in een podcast. En wat blijkt, dat zijn andere mensen dat daarnaar luisteren. Iedereen consumeert content anders. En dan dacht ik, ah ja, ik had tekst, ik laat dat automatisch uitschrijven. Ik moet dat wel een beetje bijsturen. Dat je laat ik... dat automatisch ja, uitschrijven? Als je in Engels praat. ref.com, 1 dollar per, per minuut. En je hebt een hele tekst. Okay. Gesproken wordt, is niet geschreven wordt, heb ik echt de hardway moeten leren. Um, je hebt eigenlijk een tekst, want wat blijkt, mensen die video kijken en mensen die luisteren, dat zijn niet de mensen die lezen. En, en daar zit wel overlap in, maar je bereikt een veel, veel groter publiek en je leert ook wat werkt nu voor mijn type content het best. Mm. Dus eigenlijk zijn we geëvolueerd naar een model waarop dat je in je hele drukke agenda, als ik één dag kan krijgen van uw tijd, kan ik bij wijze van spreken bijna genoeg content voor een heel jaar produceren. En dat is gewoon crimineel. Beelde in dat je dat dan om de zes weken gaat volhouden. Na een tijd kan je niet meer rond. Je wordt de toodlieder. Je wordt de expert in je vak. Omdat je gewoon een manier leert. En je, je wordt er ook beter in met de tijd. Ja. Om ja, dat echt. Hoe noemen ze dat? Een, een, te expre, expressioneren, zeggen die niet. Uit te Uit te drukken te drukken. Ja. Oké, okay, goed. Maar het is wel allemaal redelijk technisch, hè? Ik bedoel, niet iedereen is goed in video's maken en podcasts ja. en weet ik veel wat. Het beste Waar je de is, kennis? Het beste voorbeeld vind ik een firma die we, die we geïnterviewd hebben voor het boek is Lemlist. Die, die hebben een, een tool voor uh, cold emails. En de CEO die zei, iedereen in de firma moet zijn content produceren. Maar ik als firma ga dit faciliteren. Nu, realistisch je kan niet iedereen dat laten doen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij zegt: Ik ben de CEO. Ik moet wat strategische visieachtige zaken gaan doen. Ik neem iemand die heel veel met klanten mee heeft. Die gaat eigenlijk klantenproblemen oplossen. Want mensen overdenken dat, Je uw klanten stellen hun vragen elke dag. Beantwoord die gewoon. Uh, derde was iemand die bij customer succes had, mensen die problemen hadden en dergelijke. Dus hij had zo drie, vier profielen. Hij had gewoon gezegd: Kies uw medium. De ene schreefvraag. Een andere vond podcast geweldig en er waren er twee die graag video doen. En hij heeft gewoon als firma gefaciliteerd. Gezegd: elke zes weken krijg je een dag van mij, maar je gaat op volume produceren. Vijftien stukken geschreven content, vijftien podcasts, twintig films, het maakt niet uit. En hij faciliteerde dat. Nu, je hebt mijn vraag nog niet gesteld. Waar moet je over spreken? Mm -hmm. En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. En dat is wat iedereen verkeerd doet: 90 van de energie, als het niet 99 is, van de meeste firma's is terug die shortcut. Ik moet mijn product verkopen. Mm -hmm. En dat is een of dienst. En dat is een groot probleem. Want dat gaat alleen lukken als mijn aanzienbrand, als ik het nodig heb. Ja, als dus ik... Je hebt die dringendheid ja, nodig. Als, als ik nu? een probleem heb, nu, ik weet soms niet hoe ik het moet oplossen. Dus ik ga niet naar de oplossing zoeken, want ik weet de oplossing niet. Ik ga zoeken naar het probleem. En eigenlijk ben ik begonnen te ontdekken dat daar een journey in zit. Ik heb dat dan de value journey genoemd. Dat is, eigenlijk begint dat altijd bij inspiratie. Ik kijk iets, ik hoor iets, ik zie iets, ik praat met iemand en ik denk, ah, oh, dat wil ik ook. Ik wil zo worden of ik wil mijn firma doen schalen. En daar heb je niveaus in. Een, een CEO heeft een andere droom dan, dan iemand die voor de CEO werkt. Mm -hmm. Dus dat begint inspirationeel. En dan, in dan, het begin, met de eerste firma die ik dat het dan deden iets heel inspirationeel. En dan zeiden, oh, de mensen zijn zot, hier is onze offering. En dat ging dood. Eigenlijk, mensen, jij, ik, ken die dit aan het filmen is, wij denken allemaal dat we het zelf kunnen. Mm -hmm. Dus, wat doen we als wij geïnspireerd worden? Wij gaan materiaal zoeken om het zelf te kunnen doen. En die psychologische truc om daarin te gaan inspelen, is ongelooflijk belangrijk. Want dat maakt u de toontdier. Maar heb je dan, dan onmiddellijk expert. een probleem? Want als jij je expertise weggeeft aan iedereen online die het maar kan opzoeken, waarom heb ik u dan nog ja. nodig? En dat is juist een grote denkfout. Ik dacht dat ook in het begin. En heel veel mensen denken wel, Michael, ik ga met een intellectuele property en de software, de IP, toch niet? Nu, stel dat je software verkoopt of een product. Mm -hmm. De fundamentele oplossing is het product kopen. Dus ik ga alle delen van kennis dat ik heb, want de oplossing is eigenlijk mijn product te kopen. Ja, en dus je alles... zelfs als je al die kennis hebt gelezen, en dan nog heb je dat product nodig om te kunnen toepassen. Exactly. Okay. En dan zeg je, oké, okay, je?". oh, wow, wat. Dat is een product, ik, hè? Een product. Ik verkoop een dienst. In hun dienst gaan we het anders doen. Een heel mooi voorbeeld zijn de mannen van Board of Innovation. Die verkopen eigenlijk innovatie. Zoals toen zeiden ze gaan innovatiesprints doen, ze gaan luisteren en ze gaan hele modellen bouwen en doen. Dus ja, de vraag was natuurlijk van ja, maar als wij al die modellen gaan delen, dan gaan ze nooit meer bij ons kopen. wat dus hebben die gasten gedaan. Die hebben dat echt omgedraaid. Die hebben gezegd, nee, elke klant dat wij gaan die onze probleem heeft, gaan wij een canvas maken. Bijvoorbeeld, uh -huh. dit zijn de zes stappen om het op te lossen. Ze gaan dat natuurlijk niet in detail invullen, maar ze gaan wel. De canvas delen. En ze hebben gezegd, ah, we gaan dan nu eigenlijk boekjes maken die uitleggen hoe je sommige dingen moet doen. En wat als effect dat er is gebeurd, is doordat zij juist die kennis begonnen delen, mm -hmm. werden zij de expert. Want de klant die koopt, die wil ontzorgd worden. Je hebt 90% van de mensen die, die denken, ik zal het zelf wel doen. Maar u, een ultieme klant is de ontzorging. En dat is waar je je geld gaat kunnen maken en je waarde gaat kunnen bewijzen al die zaken. Dus wat krijgen zij? Zij zijn in de markt de leider geworden door die content. En zij zijn kunnen groeien aan een tempo dat een andere niet kan, puur organisch, omdat zij juist die educatieve content geven. Oké, okay, dus dat wil zeggen dat die value journey waar je het daarnet over had, dat op een gegeven moment, dus je, je ziet iets, je gezet geïnspireerd, je wilt dat ook gaan doen. Ja. En dan vind je ergens content die je uitlegt hoe je dat kunt doen. Ja, je gaat er volledig op inspelen. En wat gaat gebeurt er dan? Je gaat eigenlijk richtlijnen geven, je gaat eigenlijk frameworks geven, blueprints, je gaat wat meer uitleggen. Je gaat natuurlijk niet allen, allen, allen detail geven, maar je gaat heel veel gaan geven. Mm -hmm. Je gaat er heel veel over delen. En eigenlijk klanten kopen omdat zij u willen zien of uw medewerkers of zij willen de oplossing, zij willen fundamenteel ontzorgd worden. En die sprong, mm -hmm. op de gelijken, is hoe gaan we dat eigenlijk op schaal gaan zetten? Want we hebben nog niet gesproken over schaal, we hebben gesproken over... Mm -hmm. U, uw tijd op schaal vetten. we hebben gesproken over content op zetten, we hebben nu gesproken over wat voor type content, maar wat we nog niet hebben over gesproken is wat heb je eigenlijk nodig om dit te kunnen doen? Klassiek, ik wil een business beginnen, wat ga ik doen? Ik ga een cold call, ik pak een telefoon, ik begin random nummers te bellen, tak 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 tak. Ja. En dat werkt niet. 2%. 2% conversie. Omdat ik per ongeluk iemand vind die zijn in brand staat. Dus hoe moet ik dat omdraaien? Je moet dat volledig omdraaien. Dus wat ga ik gaan doen? Ik moet eigenlijk, wat ze noemen in het Engels, bait, ik heb geen Vlaams woord. Aas, dat klinkt aas? niet. De regenworm op de haak. Ja. Maar wat jij zet als regenworm, wat jij zet als aas, ja. dat komt er op je af. Als jij een haai wilt vangen, ja. heb je jij groot aas nodig. Wil je jij klein visjes vangen, heb je klein aas nodig. En dus wat jij gaat produceren als aas als content, dat publiek ga je krijgen. Mm -hmm. Dus wat je moet verzorgen is dat je de e-mail krijgt. En dan komen we in het stukje marketing en funnel en het technisch. Daar komen we eigenlijk in het salesluiker van. Als jij een canvas of een boek maakt of, of wat dat je ook produceert, laat mensen zich daarop inschrijven. Heb jij de e-mail en dan kan je eigenlijk gaan, wat ze noemen, funnelen. Je wilt dat dus gaan Dus ze verder spellen. gaan contacteren ja. enzovoort. En dan op een bepaald punt kun je ze gaan bellen en gaan zeggen hé, hey, ik heb gezien dat je dat en dat. Er zal wel iets mis zijn. Misschien kan ik u helpen met een gratis workshop of hoe dat je model ook in elkaar zit. Dat zijn ook heel veel modellen. Dus uiteindelijk draait het wel om sales? Toch? Uiteindelijk is, als je kan, nobody knows you can fixen, uh -huh. is het voor mij de nieuwe manier van sales. is een zeer subtiele aanspraak en dat ga je enorm veel groei geven. En je wordt er ook heel gelukkig van, want je gaat schalen met je kennis, met de kennis in je firma. Met de core van je zijn gaat je gaan schalen en niet met allemaal van die een, hoe zal ik het noemen, andere bullshit-toestanden en toestanden die eigenlijk compleet naast. Ja, er wordt dus heel afzet. veel content geproduceerd die over heel weinig gaat. Exact, ja. Als ik het goed begrijp, wil jij daar niet aan meedoen? Nee. En zet nee. jij ook niet bezig met de klassieke cold calling, nee. by now, ja, Op een bepaald punt komt er wel cold calling en dergelijke. Mm. Maar ik ga eigenlijk eerst zien dat die, dat die voorkant, dat die tot leadership goed zit, dat je eigenlijk organisch hebt de mensen die naar jou komen. En dan komen we eigenlijk in het outbound stuk, waarbij dat we gaan zeggen, proactief tegen mensen, kijk, um, mensen die bijvoorbeeld iets hebben gedownload, gaan zeggen, waarom lees je dat ook niet? En we gaan altijd keuze geven. Mm -hmm. En die keuze maakt dat je enorm gaat versnellen. En keuze is echt een sales techniek. En wat zijn de opties die je geeft dan? Altijd twee. Altijd iets inspirationeel, educationeel. Iemand die dat gaat nemen, is nog niet klaar om te kopen. Mm Hij -hmm. en... staat nog niet in brand? Exact. Mm -hmm. En iets dat dicht gaat naar als je nu een oplossing moet hebben, dan ga je de woorden ook gebruiken, nu, vandaag, morgen. Een van onze experten staat op misschien. Want als ik alleen maar ga richten op hier is een expert die wilt met jou babbelen, ben ik weer aan het duwen. Dat werkt niet. Mm -hmm, ja. Altijd die keuze. En mensen gaan zelf zichzelf door die journey. Dat is heel eigenaardig. M mensen trekken zichzelf daardoor. En bepaalt ze: ja, het is het moment, Michael, ik heb het gehoord. Kom al een keer langs. Dan krijg je ook een heel ander salesgesprek. Ja, dus je moet ook geduld hebben. Ja. Toch? In het begin wel. Ja, ik geloof, maar je moet dat eigenlijk, je moet eigenlijk blijven doen. Heel belangrijk, blijf doen wat je nu doet. Bouw dat gewoon dan stop. Het is tien keer efficiënter. En je gaat zien dat gaat, je gaat dat, eigenlijk, dat paradigma ga je echt letterlijk kunnen gaan omdraaien. We hebben echt voorbeelden gezien die, die, die gewoon spectaculair is hoe dat je echt een business kan omdraaien. En dan veel sneller. Heel een gaan voorbeeld? Ja, die mannen van Lemlist is nu een perfect voorbeeld uh -huh. in Frankrijk. Die mannen van Board of Innovation, hè. dat is een heel andere business. Maar zo zijn er nog een heel aantal. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld België, wat, als we naar software gaan kijken, een team doet dat ook. Um, zo zijn er drift, dat is nu een Amerikaans voorbeeld, dat is een chatbot, maar die praten nooit over een chatbot, die praten over conversationele marketing. En die geven heel veel gratis training. En, en, en die doen maar en die doen maar. En je denkt, maar ja, die geven hier alles weg. Nou, nee, de oplossing is in een chatbot kopen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk moet je toch via die kassa passeren. Ja. Uiteindelijk is het einddoel, is een business moet overleven en moet groeien in die kassa. En ik blijf een commerciële mens en ik vind dat ook leuk. Maar ik wil dat op een gezonde, subtielere, subtielere manier gaan doen. Die minder in je face is: van koop mijn product. Want dat werkt gewoon niet. Zit er in iedereen een thought leader? Nee. nee. Je hebt uh, een van de zaken, bijvoorbeeld als ik start-ups ga helpen, een van de zaken dat ik, dat ik en eigenlijk bij elke firma, een van de allerbelangrijkste dingen is: zeg, zorg dat je op een podium staat. Zorg dat je één keer per maand ergens op een podium staat. Één, Zelfs technisch, als er 50 mensen zitten, dat zijn duizend telefoons dat je niet moet doen. Mm -hmm. Twee, je staat op een podium, dus je kunt je expertise. En drie, je leert je verhaal vertellen. Er zijn ongelooflijk veel slechte verhalen en verhalen dat ik in slaap val en dat ik al weet dat Ja, en mensen moment, die het oh niet oh kunnen brengen. Niet iedereen is niet toch in brengen. staat en om op zo'n podium te ja, staan. En je kan heel veel helpen om dat storyline goed te brengen. Je kan ook heel veel leren, maar je moet dat podium echt wel in je hebben. Ik doe dat ook graag. Ik word er bijvoorbeeld heel gelukkig van om op dat podium te staan. Maar als je dat niet hebt. Wat we wel zien, typisch bij heel technische mensen, die zeggen, ja Michael, ik ben zo en, en, en dat gaat niet werken. En dan zeg ik, wat wel mogelijk is is om die expertise, als je die laat praten over hun expertise, dan stoppen die niet meer. En dat moet je capturen. Dat moet je kunnen vangen. En dat kan misschien in een videoke zijn, maar dat kan ook geschreven zijn of dat kan in een podcast zijn. Dat maakt niet uit, maar je moet een formaat vinden dat je kan schaalbaar distribueren. Voor wie heb je dit boek dan eigenlijk geschreven? Het boek is echt geschreven, dat is eigenlijk begonnen uh, origineel voor echt scale-ups. En met de tijd heb ik heel veel freelancers die aan mij zeggen: ah ja, maar ik ben een expert, ik wil mijn eigen. Dus wat heb je? Het is eigenlijk een boek voor freelancers, uh, scale-ups, start-ups. En eigenlijk heel veel corporates zijn aan mij gekomen en zeggen: wij willen eigenlijk op schaal beginnen werken en hoe balanceren we die personal brands? Dus dat, dat leg ik eigenlijk allemaal uit en dat geef ik context van. Hoe, hoe ga je, moet je een personal brand hebben, of een company brand hebben? hoe balanceren dat en wie doet nu wat? En we hebben dat vol met praktische voorbeelden gestoken. Vol, 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 vol. Uh, zodanig dat mensen er ook echt iets aan hebben. Ik wou niet alleen een theoretisch stuk, ik wou vooral een heel bottom-up stuk. Dat mensen echt uh, onmiddellijk iets kunnen doen. Want Verderlijk. daar komt het ook op neer natuurlijk. Waarom moet ik dat boek lezen? Ik denk dat het een zeer goed, een zeer goede guideline is op dit moment hoe dat de komende twee, drie jaar personal brand thought leadership, hoe dat lead generatie, hoe dat allemaal gaat veranderen en gaat doen en hoe dat je eigenlijk op een zeer kostefficiënte manier daarop kan gaan inspelen. Ik hoop dat ik heel veel mensen zie die die technieken gebruiken, zodanig dat ik met een grote smile kan zeggen van kijk, zo moeilijk is het niet. En je gaat het nu ook zelf moeten bewijzen, want je ja, ja. hebt nu dit boek geschreven, dus het ultieme, uh, ja, de ultieme daad voor een thought leader. Dus, ja, absoluut. En nu? Sales binnenrijven? Sales binnenrijven. Sales okay. gaat al goed. Uh, ik ben eens heel benieuwd hoe ver dat je het kan stretchen eigenlijk. Je hebt daar eigenlijk een aantal modellen in. Ze noemen dat. Op een bepaald punt kom je in wat ze noemen de Guru Funnel. Ja. En je kent misschien. Dat is, is dat waar je naartoe nee, toe nee, nee, De Guru Stats? Nee, want dan had ik dat twee jaar geleden al een andere manier moeten aanpakken. Dat is een heel andere techniek. Uh -huh. Ik leg die techniek niet uit in mijn boek. Dat zijn andere boeken die dat heel goed doen. Um, Nee, nee, maar wat ik wel zou willen, is. Mijn, het is heel, heel grappig. Als ik, als ik pas begonnen ben met mijn carrière, dan, dan kwam ik ergens binnen en ik zag iemand op het podium staan. En die deed dat zo goed en die bespeelde dat publiek zo. En ik dacht, dienen dat was de man. Dienen wil ik worden. En eigenlijk wil ik nog altijd eens voor een podium van 10.000 mensen praten. Dus dat wil ik wel een keer gedaan hebben. Ja. En, en dit boek en alles wat ik doe, is eigenlijk gewoon allemaal in context van daar ooit een keer te staan. Een experience mee te maken en dan naar huis te gaan en denken. Oké, okay, we hebben het gedaan. Goed, gaat er iemand Michael eens uitnodigen? 10.000 euro. 10.000 Alles wat jij nodig hebt. Alles wat ik nodig heb. Top.